becomes hell. Because the past is just a goodbye. Teach your children well. They're born as hell. They slowly go blind. And feed them on the dreams. The one they fit. The one you know. Hoe vind je het wonen in Oost? Oh, heerlijk. Ik vind het lekker. Ik vind het lekker rustig. Gewoon nou te papier maken, maar dat is gewoon super. Lekker in een woonerf. Kinderen kunnen lekker spelen. Die kunnen de deur uit en dan hebben ze het speeltuintje. Kunnen zelf naar school lopen. Het is helemaal fijn. En dat is geweldig dus. Ja. Maar zijn er ook nog wensen? Zijn er nog wensen? Nou, voor de wijk, hè? Voor de wijk zelf. Nou, ik vind dat ze al heel veel goed gedaan hebben met de speeltuinen en zo voor de kinderen. En ja, misschien iets aan de auto's, iets hard rijden. Maar ja, dat heb je denk ik altijd wel. Ja. Hè? Dus om daar echt iets aan te doen, ja, dat is denk ik wel moeilijk. Maar ja, ik vind het wel perfect. Meneer Radkleijsen, ja. Wijkagent voor de wijk Bokseloost. Dat klopt. En zodanig zit u ook in het wijkorgaan. Ook dat klopt. Ja. Kunt u er iets meer over vertellen waarom de politie in het wijkorgaan zit? Nou, ik denk dat de politie het ook heel belangrijk vindt dat wij contact hebben met de burger, met name. En burgers leggen vaak hun problemen ook bij een wijkorgaan neer. Hè. De wijkorgaan neemt dan ook deel aan het overleg, zoals de politie ook met alle andere externe partners. Hè. En ja, gezamenlijk proberen we dan tot een oplossing te komen. Ja. Kunt u eens wat voorbeelden noemen van wat de burgers zoal bij het wijkorgaan neerleggen? Nou, dat varieert me wel. Van een verkeerd liggende stoeptegel, hè, tot de hondenpoepoverlast, wel bekend. Tot verkeersproblemen en allerlei andere zaken die ze toch meestal vanuit hunzelf aandragen. En proberen om daarmee voor de wijk wat aan te dragen om tot verbeteringen te komen. Als de gemeente plannen heeft voor de wijk Oost om iets bijvoorbeeld op verkeersgebied te realiseren, zoals nu bijvoorbeeld over knippen gaat, ja, wordt u dan als wijkagent daar ook bij betrokken? Ze vragen wel mijn mening, ja. En die mening wordt meegenomen in hun eigen overweging. En? Laat ik me even niet over uit. We waren zo benieuwd wat uw mening daarover is. Dat dacht ik. Maar die hou ik nog even voor me. Je moet via het wijkorgaan dan maar naar buiten komen. En nee, dat snappen wij. Dan moet uiteindelijk door de gemeente een beslissing overgenomen worden. Dat snappen wij. Ja? Hartelijk bedankt. Nou, graag gedaan. Is er zo nog iets te verbeteren in de wijk? Dat u zegt van, nou, daar zou iets beter kunnen? Nou, er zijn altijd wel dingen die beter kunnen. Zo niks te bedenken? Stoeptegels, zegt hij. De stoeptegels. Ja. Wat met uw rolstoel, komt u daar goed doorheen? Ik wel. Maar ik heb ook nergens geen angst voor. Nee, nee. Maar u kunt goed de stoep op en af? Ja. Ja. Oké. Okay. Dus het is een prima wijk wat dat betreft. Meteen is iets van, nou god, zoals hier nou met die aanleg van die nieuwe bouw. Met de veranderingen hebben ze het een klein beetje ongelukkig gedaan. En ja, dat duurt allemaal even lang, hè? Ja, ja, ja. En wat vindt u van dit initiatief van het wijkorgaan? Dat is goed. Ja? Ik moet eigenlijk twee keer in een jaar doen. U woont er door Bokseloost? Ja, dat klopt. En hoe bevalt dat de Bokseloost wonen? Nou, ik woon er al 33 jaar en bevalt nog steeds goed. En vandaag maak ik er zelf muziek. Ja, en... zijn er eigenlijk zo nog wel wensen voor Bokseloost? Dat je zegt van, nou, dat zou nog eens moeten veranderen. Nou, bij ons in de buurt zou het alleen de parkeerplaatsen zijn. Ja? Maar verder is het heerlijk wonen. En de gezelligheid in Oost, die maken jullie dus? Ja, zeker. Ja, ja, al komen we voor de helft uit Liemt. Maar, de helft uit Liemt? Ja. Dat is ook goed. Maar dat is goed, hè? Ja, ja, ja. Oké. Okay. En Liemt helpt Bokseloost dus? Ja, dat is zeker. Oké, okay, dat willen we graag nog een keer horen dan. Oké. Okay.